Goedenavond Jessie, we staan hier op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty 2018. Stel je eens eventjes kort voor alsjeblieft. Mijn naam is Jessie, ik ben 29 jaar, ik woon in Locristi. Ik heb mijn eigen schoonheidssalon, dat is zo'n beetje. En welke behandelingen kunnen ze laten doen bij u? Enorm veel, dus het aanbod is heel divers. Ik leer enorm graag bij, dus eigenlijk alles van wimpers tot gelaatsverzorging, IPL, medische pedicure, maar ik geef ook workshops in het maken van juwelen, dus het is echt heel divers. Ik geef ook voedingsadvies, ik heb een bachelor dieetleer gedaan, dus het is echt, het is een heel gevarieerd. En hoe bent u in aanraking gekomen met de verkiezing? Ze hebben mij aangesproken van de verkiezing zelf, dus ze hebben mij zo wat warm gemaakt en zo wat berichtjes gestuurd en dan ze hebben wat beginnen babbelen en het sprak mij wel enorm aan. Dus. Super. En de meisjes, loopt allemaal vlotjes tussen jullie? Dat wel. Ik denk dat het een hele toffe groep is vandaag. Dus over het algemeen, ik heb nog nergens niks venijnig gezien, iedereen helpt elkaar, dus dat is heel leuk. En wat zijn jouw dromen of toekomstplannen nog in de sector of met de misverkiezing te bereiken? Met de misverkiezing, ik denk dat dat gewoon een enorme ervaring wordt. Dus ik hoop dat ik daar heel veel van kan bijleren. Maar ik ben momenteel ook bezig met een project eigenlijk, een stukje groothandel van Cucho. Ik krijg daar nu begin 2018 mijn training voor. Dus dat ga ik ook les gaan geven in de sector op vlak van nagelstyling. Dus dat is echt wel heel leuk. Dus heel grote plannen. Heel veel succes ermee met de verkiezing ook. Heel veel succes.